Welkom bij Wajo. De gast die ik nu mag verwelkomen is een prachtige dame genoemd Wazila, of Silla, zoals ik wel mag zeggen. Jullie misschien straks ook na het gesprek. Zij komt van Deurne-Zuid en zij heeft al campagne gelopen voor Dior, Guerlain, Elle Magazine, noem het maar op. En nu is ze hier in onze studio om te vertellen hoe ze dat allemaal verwezenlijk heeft. Hey, welkom. Silla, what the fuck? Hoe ben jij bezig? Wat zeg je? 20. Ooit was ik dat ook. Ik ben half Marokkaans, half Algerijns. Ik studeer nog en ik doe ook nog modellenwerk daarnaast. Modellenwerk, hoe ben je daarmee begonnen? Ik was een keer gescout geweest door Flag Models in Brussel. Nee. Toen ben ik naar mijn ouders gegaan. Ik zei, ja, kan ik dat doen? Mijn mama zei, ja, nee, liever niet. Mm-hmm. En ik zei, ja, waarom niet? We zijn vooral een religieuze familie. Mm-hmm. Dus mama dacht, oké, modellenwerk, dat is gewoon lingerie en dat is niks anders. Dus ze zei nee. En dan was ik weer gescout geweest. En dan zei ze van, nee, toch liever niet. En dan ben ik het dan toch wel gaan doen. En ik had haar beloofd gewoon te doen. Dus de bedekte kledij, niet echt zo de lingerie-kant. Dus je bent een modest model? Nee, dat zou ik het niet noemen. Ik ben geen modest model, maar ik probeer gewoon bepaalde grenzen te leggen. Mm-hmm. Gewoon voor mijn mama niet. Allee, zal er echt ongelukkig van worden, denk ik. Dus. En ben je zelf ook gelovig? Ja, ik ben gelovig. En ja. Is dat dan iets dat voor u ook heel belangrijk is? Of heb je zoiets van, ik zou misschien verder gaan dan dat ik mag van mijn mama? Ja, misschien wel, maar probeer dat nu niet echt te doen. Door na te denken. Ja, toch liever niet. Ik ben geen fulltime model, mm-hmm. Omdat je mama heeft iets van... Ja, altijd mijn mama. Die wil dat ik echt studeer en die zegt, ja, je moet altijd een plan B hebben. Mm-hmm. En, want dat is wel heel slim, hè, van je mama. Ja, maar als het aan mij lag, dan zou ik het niet gedaan hebben, mm-hmm. denk ik. Wat zijn de beste ervaringen die je tot nu toe al hebt gehad in je modellenwerk? Want je zegt, ik doe dat nu een jaar actief. Heb je op dat jaar al veel meegemaakt? Ja, ik heb mijn grootste... ik was geboekt voor Elle Magazine. Maar het ding was eigenlijk, het was een editorial. Mm-hmm. En wat betekent een editorial? Sorry, om even... Ik kan dat niet moeilijk uitleggen, maar een editorial is echt zo van die gekke, zo gekke make-up. Gekke en, make-up, oké. Okay. Ja, zo gekke make-up en zo super artistiek. Met zo... Zo. Ja, zoiets. Zo. Maar zo vooral make-up. Dus ieder model kreeg twee foto's. Mm-hmm. Dus elk zat er naam bij. Dat zijn de looks van Vassila, dat zijn de looks van die en dat zijn de looks van die. Maar er waren nog, denk ik, drie foto's over. Maar je dacht, dat ging je verdelen. Maar ik had op een last moment die drie looks gekregen. Nee, ja. Even hetzelfde doen als mijn... Wacht, voilà. Alsjeblieft. Dus ik had dat echt niet verwacht. Dat ik die drie looks ging krijgen. En dan op een moment dacht ik, oké, ik ga het gewoon doen. Maar die hadden ook niet gezegd welk dat ze zouden gebruiken voor de cover of niet. En je wist toch niet dat je cover Nee. Ja, ik wist dat dus absoluut niet. Dus ik dacht, oké, cool, leuk. Dus ik ben gewoon zo weggegaan. Ja. En dan kijk ik zo keiveel mails van mijn boeker en van die mensen. En dus de make-up artiesten en de fotografen en zo. Dus ja, heb je foto gekozen voor de cover. Oh my god, dat moet zo spannend zijn. Ja, dat was leuk. En eerlijk, uw mama was toen toch trots of niet? Ja, maar ze kent het magazine niet, dus ik dacht... Heb je al minder leuke ervaringen gehad? Want ik kan me wel inbeelden, kom binnen bij Elle Magazine, je verwacht niet te veel. Oh, bam, covermodel. Dat je denkt van oké, dit gaat goed. In Parijs is dat vooral heel heftig, de concurrentie. Mm-hmm. Toen ik naar Parijs was gegaan, ik moest castings doen daar. Ik kwam binnen en er waren andere modellen aan het wachten voor de deur. En dan op een gegeven moment stuurde mijn vriend een bericht van mama, je is er echt super lang binnen en zo. Die mensen zijn echt, die modellen zijn echt pissend aan het worden. Dus die waren heel op de deur aan het kloppen. Maar die casting daar was niet grappig. Van, wacht gewoon op je tijd. Maar zij hadden ook nog andere castings te doen. Dan waren zij daar ook te laat op. Na een uur was ik buiten en iedereen keek me zo vies aan. Dat meen je. Jawel, en ik had, je moet altijd met hakken gaan. Hè. Mm-hmm. En dat is een trap die zo gaat. Dus ik was gewoon de eerste stap dat ik op die treden deed, was ik gewoon keihard gevallen. Nee. Ja, mijn pols was echt helemaal blauw. Maar dat vond ik niet het ergste. Het ergste vond ik eigenlijk dat al die meisjes gewoon naar elkaar keken en niet eens gevraagd hadden van hoe gaat het? Of die deden gewoon verder met wat ze deden. En ik was daar echt in shock. Zeg, wow. Het is echt zo geen humanity, vind ik persoonlijk. Van, dat is echt wel extreem. Gewoon puur omdat je daar binnen zit. Dus eigenlijk iedereen, niemand gunt het elkaar echt zo. Ja, of de grote merken. Ja, toch wel. Krijg jij dan ook vaak de vraag van anderen? Van ja, ik wil model worden, hoe kan ik dat doen? En wat zijn dan uw tips daarvoor? Het is elk een beetje karakter en persoonlijkheid. Want als ik...
je kunt een mooi gezicht zijn, maar je moet er ook een beetje, je moet ook een beetje persoonlijkheid hebben. Je moet altijd vriendelijk zijn tegen iedereen, tegen alle collega's, ook tegen de kuisvrouw die eigenlijk alles komt proberen. Maar je moet op tijd zijn, je moet super vriendelijk zijn. Mm-hmm. Maar echt niet, ja, voilà. Maar niet echt fake vriendelijk, echt gewoon vriendelijk. Dank je om te komen.